De Duitse delegatie bezocht gisteren onder meer Gemert-Bakel, waar zij op een kippenboerderij de werking van een luchtwasser bekeek. Vandaag begon de dag op het varkensproefbedrijf in Sterksel. Eerst was er natuurlijk de rondleiding. Dat is een systeem waar die marschweinen in groepen zitten van 400 bis 500 dieren per bocht. Normaal is 15 bis 30, 40 ongeveer. Daarna ging het onder andere over de kwaliteit van kleine kernen. Sterksel is een kleine ort. Hoe houd je het niveau van basisvoorzieningen in een dorp op peil? Dat kan bijvoorbeeld met zogeheten integrale dorpsontwikkelingsplannen, IDOPS. Daar zijn er tot nu toe in Brabant 2 van gemaakt. 1 in de heerlijkheid Sterksel, waar ruim 1300 mensen wonen. We zijn met het IDOP heel erg goed samengewerkt met alle inwoners van het dorp. Er zijn er bijna 100 bij betrokken geweest. We hebben talloze informatieavonden gehad. En ik denk dat het sterke punt van het IDOP is, het is concreet en het is van het dorp zelf. Samen dus. Samen dus, ja. Samen werken aan concrete plannen dus. Heel concreet is eigenlijk al van een klein beetje voor het IDOP onze SPAR. Het tweede voorbeeld is onze school. Ik denk dat deze twee concrete voorbeelden wellicht ook zonder IDOP wel enige vorm hadden gekregen. Maar ik denk dat heel veel andere initiatieven anders nooit geboren waren en zeker geen kans van slagen zouden hebben gehad. De dorpsproblemen in Brabant zijn vergelijkbaar met die in Duitsland. Die problemen zijn ähnlich. Deshalb war ich sehr gespannt auf die Herangehensweise. Wie man hier die Dörfer weiterentwickeln will, zukunftsfähig, attraktiv gestalten will. Und ich kann sehr viel mit nach Hause nehmen, wo wir auch lernen können. Was konkret? Hier wird sehr gut das Miteinander praktiziert. Es liegen schon konkrete Entwicklungskonzepte, Planungen vor, die man gemeinsam erarbeitet hat. Also das Schlüsselwort ist zusammen? Ja, gemeinsam. Het Duitse bezoek aan Brabant krijgt zeker een vervolg in de vorm van 1 of meerdere tegenbezoeken.